Hallo beste kijkers, lieve Eurotruckvrienden, welkom bij weer een nieuw avontuur. En deze keer een avontuur die vroeg in de morgen begint. Het is nog wat schemerig. En we gaan aan de rit voor de firma Duighuizen, handelsonderneming en transportbedrijf. Nou, ik denk dat de meeste van jullie deze auto's wel kennen. Want je hoeft maar een truckstaartblaadje open te doen en je ziet deze al staan. Deze zijn echt bekend. Echt fantastische mooie auto's. Met een hele mooie scan. Nou, die gaan we straks halverwege de rit even wat verder en wat beter bekijken. We stappen eerst maar gauw even in. Een dikke S730. Een fantastisch mooi ding. Nou, allereerst natuurlijk aan het begin van deze nieuwe video wil ik de firma Duighuizen Transport en Handelsonderneming ontzettend bedanken voor de snelreactie en voor de toestemming die we mochten krijgen voor het maken van deze video. Ik vind het echt geweldig dat dit zo weer kan. Ja, ik had de scan al vaker gezien in een truckstaartblad of op een video. Er staan verschillende video's op YouTube met auto's van Duighuizen. Waaronder ook deze. En Kriegbaum, die heeft deze V8 sound gemaakt die jullie nu horen. Die heeft hij gemaakt van deze auto. Echt deze auto, zeg maar. Hij heeft, er staat op YouTube een video. En daar zit iemand achter op een steentrailer te filmen. Achter die grote open pijpen. En dat geluid, vanaf dat geluid, dat heeft hij gebruikt om deze sound in Eurotruck te maken. Nou, hoe realistisch wil je het hebben? Dus wat dat betreft een geweldig mooie auto, mooie sound. Dus we gaan gauw aan de rit. Het is niet zo'n lange rit. We gaan vanuit het Duitse Düsseldorf naar het Oer-Hollandse Groningen. Ontzettend leuk dat jullie erbij zijn. Ik zou zeggen, gauw de gordel maar weer om. En dan gaan wij op naar Groningen. En dan hoop ik dat we ondertussen ontzettend kunnen genieten van prachtig mooi weer. Het belooft een prachtig mooie dag te worden. En natuurlijk genieten van het oh zo mooie V8 geluid. Nogmaals, realistisch opgenomen. Ik zet de link van die video ook wel even onder in de beschrijving bij deze video. Hij staat ook onder de video's van Kriegbaum. Nou, Duighuizen die heeft wat Volvo's lopen geloof ik. En Scania's. Ze hebben nog zo'n hele oude Scania. Zo'n torpedo. Een geweldig mooi ding om te zien. Gewoon die strijping. En ik meen hem dat ik ergens had gelezen. Dit zijn echt kleuren. Deze Bordeaux-roodachtige kleuren. Dat zijn echt kleuren uit de jaren 50 geloof ik. Jaren 50, 60 kleuren. Echt old school kleuren. Echt fantastisch mooi. Als je geen kippenvel krijgt van de sound, dan is het wel van de strijping, van de look van de auto, vind ik. Zoals gezegd, ze staan in het truckstaartblad op YouTube, verschillende video's. En volgens mij hebben ze heel wat prijzen in de wacht gesleept. Echt fantastisch mooi. Duighuizen die zit in Druten. En het is een handelsonderneming. Nou, nog een collega stenenrijder ziet. En ze leveren, ze kopen in en ze verkopen betonplaten, van die stelkomplaten voor de boerenerven, bedrijfsterreinen. Van die
verkeerwanden, hè, die om die wel om die sleufsilo's ziet bij boerderijen. Nou, betonblokken, van die stapelblokken, noem maar op. Het is allemaal van dat, ja, op het gebied van beton, erfverharding, verkeerwanden, hè, zoals ik zei, sleufsilo's. Al dat soort dingen. Ik zet sowieso de site wel even, de link van de site even onder de video in de beschrijving. Ik neem aan dat ze door heel Nederland leveren. Nou, ik weet niet precies of ze de grens overgaan. België, Duitsland. Maar ik neem aan als je in deze mooie auto's rijdt, dat het geen straf is om... om hier een mooi eind mee te toeren. Daarom ga ik ook niet via de snelwegen naar Groningen, maar hoofdzakelijk wat mooi door de over de plattelands weggetjes. Nou weet ik niet wat deze meneer gaat doen. Ik blijf staan gelukkig. Altijd maar even aan. Dus nogmaals, ja, ik ben ontzettend blij dat we deze video kunnen maken. En, ja, voor de toestemming, Duighuizen was ook zeer enthousiast. En ja, dat vind ik altijd weer kicken. Hè. Dan, ik maak dan vaak zo'n scan en dan stuur ik even wat foto's op als ik vraag om toestemming. En dan, ja, als je dan toestemming krijgt en je krijgt zulke enthousiaste reacties. En dan doen we dat altijd weer ontzettend goed. Nou, de steentrailer, dat is gewoon de standaard SCS steentrailer die in het spel zit. Die heb ik in dezelfde kleuren gedaan als ook de kleuren van Duighuizen, de Scania. En, ik kom eigenlijk op het idee om deze scan te maken. Ik heb eerder een verzoek gekregen om een scan te maken van de Scania van Henk van Zetten. Daar heb ik onlangs wat video's van online gezet. Twee ritjes mee gedaan. Dat was ook een collega trouwens. Ja. Zie door het praten weg, dan zie je dat te laat. Maar dat was een collega steentrailer. Steenrijder. Ja, geweldig man. Maar en toen had ik die scan klaar. En die video klaar. En ik vroeg die... degene die het verzoek had gedaan van Henk van Zetten, die vroeg van hey, nou vraag ik misschien wel te veel, maar zou je ook een scan kunnen maken van die oude van Duighuizen? Nou ja, dus ja, laten we even lekker trekken met de bul omhoog. En ik zei natuurlijk, ja, dat gaan we proberen. En, ja. Echt fantastisch mooi dat het. Zo kom je weer op ideeën door anderen. Nou, over ideeën gesproken, ik ben onlangs even bij mijn zeer gewaardeerde top collega scanner Fred Maarten geweest. Ik ben even bij hem thuis geweest in zijn studio. En, ontzettend gelachen. Ja, in eerste instantie kwam ik daar om hem even een lesje te leren. Een lesje te leren om de nieuwe Scania te scannen. Ja, Fred is echt een DAF-liefhebber en hij scant ook ontzettend veel DAF-trucs. De meest mooie scans maak je ervoor. Ik zei, joh, het wordt een keer tijd dat je die mooie Scania even een keer gaat painten. Dus ik ben naar hem toegereden en ik denk dat ik hem eens even een lesje leren. Hè? Maar
Ik hoop dat het gelukt is. We zien misschien binnenkort wel eens even de resultaten ervan. Ik zal binnenkort eens even een examen afnemen. Dan even zien of hij ook een beetje zijn best gedaan heeft. Maar hij heeft mij ook een lesje geleerd. Hij wees mij op een mooie DAF-truc van VAT en K. In eerste instantie, ja, ik kan hem wel langs zien komen op de ETS2.lt site. En in eerste instantie dacht ik van nou, daar heb je weer zo een. Waarom nou een DAF na te maken, maar die zit er al in. En maak dan een oldschool truc na of zo, met een, maak daar een beetje een mooie mod van. Maar, dus ik was er een beetje, nou ja, ik schoof hem, maar ik had hem wel gezien, maar voor de rest niet mee gedaan. Maar Freddy wees me erop en zei, oh, dat is echt een hele mooie mod, een mooie auto, heel veel tuningsmogelijkheden. Dus die ben ik even gaan bekijken, maar inderdaad, dat is echt fantastisch mooi. Dus, ik hoop na de vakantie daar ook even een mooie scans voor te laten zien en een video ervan te maken. Want ja, deze video nog even online en dan hopen we even een kleine twee weken even met vakantie te zijn. Dus als je mailt met vragen, opmerkingen, dan kan het zijn dat we even niet reageren. We gaan even ertussenuit. Ja, en waar we naartoe zullen gaan, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Vorig jaar zijn we naar Tuinhuisje geweest. En het jaar daarvoor zaten we op Balkonië. En ja, het zou best kunnen dat we dit jaar wel even naar het eiland gaan. Ja, je weet het niet, hè? Dus altijd maar even weer de vraag. Maar we gaan er even tussenuit. Dus wees niet ongerust dat er even geen video online komt. Er zit nog heel wat in het vat. Ja, wat in het vat zit, dat verzuurt niet, zeggen ze dan. Maar daarom vind ik het heel bijzonder dat we deze video nog even kunnen doen. Hè. Nou, de scan die mag ik delen. Dus voor degene die deze scan wil hebben, het kost je niet meer dan een glimlach. En het liefst een schaderlaag, dat vind ik het allermooiste. Maar ik hoop dat jullie er heel veel plezier mee hebben. Dus mocht je deze scan willen hebben, dan even een mailtje sturen. Ik zet het mailadres er even onder natuurlijk. En dan krijgen jullie de scan van mij als een SCR bestandje. Die je zo in een modfolder kunt doen. Inclusief de lichtbak. Maar daar heb je dan de 50k add-ons voor nodig natuurlijk. Maar goed, dat wijst zich vanzelf. Nou, daar was de grens alweer. Jongen, het gaat snel, hè. Het gaat veel te snel eigenlijk. Ik kreeg laatst nog een keer een opmerking van, joh, hey, waarom rij je niet sneller? Maar goed. Ja, ik ben een beetje een easy rider. Hè. Ik vind het geweldig en helemaal als je met zo'n auto op een weg zit. En met zo'n sound. Dan, ja, rustig aan, joh. Kun je er even van genieten, hè? Ja. Kan een rit eigenlijk nooit lang genoeg duren. Dus die chauffeurs bij Duighuizen die treffen het wel, hè, dat ze met zulk mooi materiaal onderweg zijn. En ik heb nog een foto gezien van zo'n oude F88 voor mij, zo'n oude Volvo, hè. Die hebben ze voor mij ook nog. Ze zijn volgens mij op de meeste truckshows wel te zien. Degene die naar de Truckstar Festival is geweest onlangs, die hebben deze auto ook vast wel zien staan. Het is ook een beetje die Deense uitvoering, hè? Het lage dak en in het echt zit er zo'n bagagerek bovenop op het dak. Nou, die zit er in de Eurotruck niet helaas. Zo realistisch kunnen we het nog niet maken, maar
Het is echt een geweldige auto. Ja, nou heb ik natuurlijk beloofd om even, dat zou ik al bijna weer vergeten, maar het is me goed dat jullie mij er even op tent op maken. Geen gehaktbal deze keer, want hier is geen pomp, maar wel even een mooie gelegenheid om even de Polaroid camera tevoorschijn te halen. Want ik wil hier natuurlijk wel even een paar mooie foto's van hebben. Hupsakee. Nou, slapen hoeven we nou nog niet. Maar ik ga er wel even uit om even een paar mooie foto's te maken. Dus voor degene die ook even een sanitaire stop moeten houden hier. En er is geen pomp, maar wel een boom, dus het zal vast goed komen. Dan ga ik even de Polaroid eruit halen. Nou, natuurlijk is het weer zo, ik heb die trailer in Duitsland aangekoppeld en stiekem eigenlijk in Frankrijk, maar dat heb ik niet gezegd. Want, en dan zit er natuurlijk een kenteken op van het land waar je die trailer aankoppelt. Maar goed. De luchtslangen die zitten er mooi aan. En hier zie je dus het lage dak van de S730 van Duighuizen. Ik vind het een hele mooie auto. Nou ja, of wat ik net ook zei, officieel zit daar dat rek bovenop het dak. Dat bagagerek. Zie je veel meer steeds terugkomen. En die oldschool looks. Het is echt fantastisch. Nou, en als je dan met zo'n combinatie over de weg mag, dan tref je het wel. Zo simpel is het. Nou, reken maar dat die chauffeurs bekwaam zijn, want ze moeten dus laden lossen met zo'n kraan. Nou, in dit geval zitten er stenen op, maar je moet je voorstellen met van die stelkomplaten en met die stapelblokken die ze dan op de auto hebben, op de trailer hebben. Daar moet je wel even mee om kunnen gaan. Dat is niet zomaar iets. Ja, dus wat dat betreft, dan ben je meer als chauffeur. Als je met zo'n auto onderweg bent. Nou goed, je kan hier wel uren naar zitten kijken. Maar dan duurt de video wel heel erg lang. Dus we gaan gauw weer verder, jongens. Op naar Groningen. En dan gaan we daar de boel even lossen. Maar hoe bekwaam als ik met zo'n autolaadkraan ben, ja, dat ga ik jullie niet laten zien. Zo. Nou. Allemaal weer terug. En wat hebben ze dit mooi gemaakt, hè, deze auto. Het is echt hoe ze die auto nagemaakt hebben van het SCS team. Ik vind het echt super mooi. Nou, daar gaan we weer. Even een stukje over de A73. Richting Nijmegen, Arnhem, de A50. Dat is een stukje naar Zwolle toe, dat zit er helaas niet in, hè. In de ProMods map, daar zit er wel een stuk in. Maar in de standaard SCS map is het niet. Maar ach. We komen er vast wel. Nou, en dan denk ik dat we hier ergens vlak bij de route zijn. Hè? Tenminste, ik stel me dat ze voor dat die brug is daar. Het is een beetje. Dus dan zou Duighuizen daar eigenlijk moeten zitten. Als ik het goed heb.
Dus als je betonplaten nodig hebt, keerwanden, stapelblokken, silo's te maken, dan zou ik zeggen, kijk eens op de website van Duighuizen. Want volgens mij hebben die mensen van alles op hun terrein, op het gebied van beton. Kijk eens, er staat een touringcar met pech, jongens. Die staat er wel heel gevaarlijk in, zo in die bocht, hè. Tjonge, jonge, jonge. Ja. Nou ja, en als je in de gelegenheid bent om een Truckstar festival of een ander truckfestival te bezoeken, dan zou ik zeggen, grijp je kans. En dan denk ik niet dat je ver hoeft te zoeken, want deze auto zal het ongetwijfeld weer staan. Zo niet, dan staat die Scania Torpedo, die staat er volgens mij ook wel. Die heb ik ook wel eens gezien staan. Echt fantastisch mooi spul. Laatst kreeg ik nog even een tip van iemand die had een model deck voor de spiegels. Oh, hier ook weer wat los. Die had een model deck om de spiegelafstand, de realistische spiegels erop te zetten. Die ben ik vergeten om nu een spel te zetten, dus die ga ik nog wel even proberen. Dat is mooi, maar als je met 60 over de snelweg gaat, dan denk ik wel van joh, waar zijn we bezig? Maar ja, ik had over die spiegels, dat ga ik nog wel even een keer proberen, hè, wat voor verschil dat is. Wagen ook, hè. Dan ging ik even aan de kant naar de linkerbaan om iemand te laten invoegen. Even duwt badje nou aan toe, hè. Je gaat naar links en wat gaan ze doen? Gas geven, ze voegen in en dan gaan ze naast je rijden. Ja, dat is heel vervelend allemaal. Maar ja, dat duurde weer langer. Van wacht nou even met gas geven, dan gaat dan achter mij langs, maar nee, dan gaan ze naast je rijden. Ja, nou ja. Ik heb de tijd, dus het is op zich niet zo erg, maar... City.
dat wil nou het geval. Oh, kijk, weer een collega. Jongen, het zijn allemaal steentrails op het ogenblik. Maar wat wil nou het geval? Deze stenen die moeten dus bij mijn bedrijf gelost worden. Bij mijn bedrijf in Groningen. Dus dat komt wel even heel mooi uit. Maar, zoals ik al zei, ik ga jullie lekker niet laten zien wat mijn vaardigheden zijn met een autolaadkraan. Nou, maar even een beetje piano aan hier op deze weg. Want de bochtjes zijn soms nog wat scherp gemaakt. En als je hier met 80 een langskanaal, dan zijn de stenen eerder van de trailer af dan de bedoeling is. Nou, en hoe snel als een ongeluk gaat, daar weet Fred alles van. Fred Maarten die is eigenlijk, ja, ik heb het al eens eerder genoemd, hij is 30 jaar lang chauffeur geweest. Hij is eigenlijk tot in Rusland naartoe geweest. Heel veel van de wereld gezien, heel veel meegemaakt. En de laatste jaren van chauffeur was haar eigen rijder. En drukke tijden, drukke weken gehad. Lange dagen natuurlijk. En hij was op weg naar huis met een losse trekker. Zijn eigen losse trekker. En bijna thuis overviel hem de slaap. Ja. Ik had al vaker gezegd, slaap, dan komt als een sluipmoordenaar op je af. Je merkt het niet, je wordt heel langzaam moe en de oogjes gaan steeds verder dicht zonder dat je het merkt. En, ja. Waarschijnlijk is hij toch even weggevallen, even weggedommeld. En, hij heeft met zijn DAF 3 bomen geraakt. En hij is... Hij heeft, voor zover hij wakker was, alle hoeken van zijn DAF gezien. Hè. Dus als je wilt weten hoe groot een DAF-cabine is, nou dan moet je Fred even vragen. Hij heeft het gelukkig na kunnen vertellen, maar hij is wel zodanig beschadigd dat hij dus niet meer kan werken. Hij is daardoor wel helemaal afgekeurd, maar hoe snel dat gaat, voordat je het weet, dan heb je dus de boel kapot. Zelf nog uit zijn auto gekropen, hoe hij het gedaan heeft, ik weet het niet. Hij is er zelf uitgeklommen. De wonderbol wonder niks gebroken, maar wel, wel zoveel schade opgelopen in zijn rug. Onder andere dat hij sinds die tijd ontzettend veel pijn heeft en niet lang kan staan, zitten of liggen. Dus ja, het heeft wel vergaande gevolgen. Dus het is en blijft oppassen. Sowieso moet je er doen natuurlijk. Nou ja, en dat is natuurlijk met zulke vrachten als met stenen en betonplaat. Ja, je kan niet zeggen jongens, huppakee, kraantje, je legt even een paar plaatjes op de trailer en gaan we die weer aan. Daar komt echt wel meer bij kijken. Het is altijd glad spul, het is glad materiaal, het schuift altijd. Daar had ik het dus ook met Fred over. Hij zei, dat heel veel trailers wel op zijn kant gaan. Ja, dat is vaak zo. Vaak is de reden dat je gewoon te hard door de bocht gaat. En vroeger had je die oude opleggers met van die bladveer. En dan merkte je veel meer wat die trailer deed. Poppetjes zien van de cabine. Maar ja, tegenwoordig met al die luchtvering, ja, je merkt het eigenlijk niet en je rijdt vaak al heel gauw te snel door de bocht heen. En dan is de vrachtwagen er al doorheen en dan komt de trailer nog en die drukt natuurlijk met zijn enorm gewicht, drukt die op de schotel en dat gewicht komt na collega.
er komt na die tijd nog, ja, en die drukt behoorlijk op de achterkant van de auto. En als je er niet oppast, dan daar ga je. Dus ja, ik hoor wel eens wat opmerkingen links en rechts om me heen van mensen die zomaar een oordeel hebben over chauffeurs, weet je. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat bij het rijbewijs, bij het leren autorijden voor het rijbewijs, dan moet er eigenlijk een aantal lessen tussen zitten met een vrachtwagen. Hè? Dat iedereen een beetje het idee krijgt van oh, wat doet zo'n vrachtwagen, hoe draai je dat, hoe rijd je dat. Hoeveel ruimte heeft een vrachtwagen nodig? Ja, of je moet natuurlijk gewoon euro terug gaan spelen. Hè? Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Als je slaagt voor je examen, dan even een euro terug spel erbij cadeau doen. Ik zal eens even met de jongens van het SES overleggen. Maar ja, het is natuurlijk wel een uiterst realistisch spel. Hè? Want ga je hier maar eens met een bloedgang door de bocht heen, dan ga je dus ook over de kop. Dus wat dat betreft, dan is dit wel een hele mooie gelegenheid om te ontdekken van wat doet zo'n vrachtwagen. Nou, dan zijn we alweer in de big city, hè? Groningen. De Martini-toren alweer in beeld. Het Julianaplein weer zijn. Ja, het kan wel eens druk weten, hè, daar in Groningen. Dat is nou ook zo geloof ik. De hele ringweg die wordt aangepakt. Zie, en volgens mij heeft FC Groningen ook weer een voetbalwedstrijd. Het is allemaal politie hier, moet je het even zien. Het is net daar rechts ook al. En hier ook alweer. Nou, dan zal er vast weer een voetbalwedstrijd zijn, denk ik. Ja, dan heb je wat extra blauw op straat, hè. Of ze komen natuurlijk van het Truckstar Festival, dat kan natuurlijk ook, hè? Nee, je weet het niet. Nou, hier zijn we alweer. Een vrachtje stenen voor mezelf. De boel was verbouwen hier. En ja, heb je aan één karretje stenen niet genoeg. Dus wat dat betreft dan ben ik wel blij. Dat ik deze rit even kon doen. Zie je, dan kan ik mooi de steentjes even meenemen voor mezelf. Ja, dat weet ik allemaal wel, dat hoeft allemaal niet. Zo. Kijk eens. Daar staat mijn broer ook, zie. Die staat er ook even interessant te doen met een papiertje in de hand. En, oh, een bedelin erbij, wat gaat hij doen? Of, ik weet niet wat hij doet. Hij zegt, tel dan in ieder geval.
Mooi, hè? Ja, jongen, dat is fantastisch. Hupsakee. Nou! Dat was hem alweer. Tjonge jongen, dat gaat snel, hè? Nou, heeft de radio er ook bij aan, hoor je wel. Maar wat een mooie scan, hè? Ik vind het echt, ik vind het zo mooi bedacht. Gewoon die old school look op een nieuwe auto. Hetzelfde wat Henk van Zetten heeft gedaan, hè, wat ik toen ook al in die video heb gezegd. Heb laten zien. Hij wees me er zelf op. Hij zei misschien een klein detail, maar wel heel mooi. Hij had op zijn Scania, op de voorkant het Scania logo dan gemaakt van de oude 141 Scania. En ja, zo maken die jongens er steeds mooiere auto's van. Het is echt fantastisch mooi. De ene die bedenkt er dan mooier dan de andere. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus Duighuizen Transport en Handelsonderneming uit Ruten, ontzettend bedankt voor de toestemming nogmaals. En jullie allemaal bedankt voor het kijken, voor het meerijden. Wij doen de deuren hier dicht. We gaan even op vakantie. Ik hoop na de vakantie weer uitgerust en vol nieuwe ideeën en inspiraties weer terug te komen. Dat zal vast gaan lukken, want zoals ik al zei eerder in de video, er liggen nog heel wat scans klaar en toestemmingsverzoeken. Dus daaraan zal het niet liggen. We hebben er weer ontzettend veel zin in. Nou, mocht je belang hebben bij deze scan, stuur even een mailtje. Mailadres zit weer onder in de beschrijving onder deze video. Dan komt er altijd goed. Nou, het kan even duren, omdat we er even tussenuit gaan. Maar goed, het komt allemaal goed. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en het liken natuurlijk. Want ja, als je de video's mooi vindt, dan zou het heel tof zijn als jullie even een duimpje omhoog deden. En natuurlijk ook voor het abonneren. Er komen steeds weer nieuwe abonnees bij. Ontzettend bedankt ervoor allemaal. Doet ons erg goed. En dan doen we niet voor niks. En ja, ik hoop dat jullie er net zoveel plezier hebben, zo niet meer dan dat wij ermee hebben. Het is elke keer weer genieten. Ik heb ja, er elke keer weer ontzettend veel plezier in. Dus met z'n allen kun je er heel wat moois van maken. Dus nogmaals bedankt. En voor degene die ook nog op vakantie gaat, ik wens jullie allemaal een hele goede vakantie. En voor degene die alweer terug is, ja, succes met de nieuwe tijd die weer komen gaat. Ik hoop dat iedereen een hele mooie tijd heeft zo. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een volgende avontuur. En ja, waar dat zal zijn en met welke auto en voor welk bedrijf, je weet het maar nooit. Ik zou zeggen, hou ons kanaal in de gaten. En dan gaan we het zien. Heel graag tot een volgende keer.